Ik ben zo'n ervaren reiziger dat ik echt gewoon een. Goedemorgen. Ik heb vandaag een uur langer geslapen dan gisteren, maar ik had het ook echt nodig. Ik was echt moe. Zoals je kunt zien, ben ik al helemaal wakker. Not. Ik ben al eventjes aan het werken aan blogposts. En ik heb ook net mijn mailtjes eventjes gedaan. En nu ga ik kijken om SD-kaartjes te bestellen. Want ja, ik ga binnenkort op reis voor 3 weken. Ach, mijn lippen wassen even kleur af en het zit hier zo. Stom. Ik ga op reis voor 3 weken en ik neem mijn camera's mee. En tussendoor kan ik uiteraard niet al te veel van mijn foto's wissen. En ik wil heel veel foto's en filmpjes maken. Want ik ben in elke stad maar een dag of twee, dus. En ik veronderstel dat ik genoeg SD-kaartjes heb, dus ik ga er 2 bij komen kopen, denk ik. En SD-kaartjes is iets dat je als vlogger en als blogger echt wel nodig hebt, altijd. Ik doe al heel de week zo trouwens mijn deur open. Hopelijk vinden mensen dat niet altijd. Maar welke heb ik nodig? Van 32 GB of van 64 GB? Gewoon van 32 doen. Die komt pas 27 november in huis en dat wordt een klein beetje laat. Voilà, gaan we ook die kopen. Ik ga kijken of dat er tussen zit in dat van waar dat ga. Oeh, die kan ik wel niet. Niet prettig. Ik hoop dat hij dat ik me niet op plaats neem. En daar ga ik nu naartoe. En daar ga ik nu naartoe. Daar ook niet. Daar ook niet. Daar wel. Daar niet. Daar niet. Nee. Maar 1. Het is 20:20 en ik ga op zoek naar al mijn SD-kaartjes hier in huis. En ik ga dan ze allemaal ledigen. En daarna ga ik foto's maken van mijn boek die ik aan het lezen ben. En de boek die ik heb meegepakt van de bibliotheek om foto's van te nemen. Net voor elk boek die ik wil fotograferen vandaag een leuk printje gezocht. Dat zijn er uit de blokken van de Action, die papierblokken. Hey, het is nu 11:30 en ik ga misschien wel nog wat aan mijn blog werken, maar ik ga me eerst omkleden zodat ik zeker vanmiddag op tijd op mijn werk kan raken. Terwijl ik toch nog genoeg tijd heb om te eten. Mijn voeten zijn trouwens echt ijsklontjes. Die hebben zo koud, echt waar. Alsof ik help. Omkleding. Want ja, zo ga ik niet gaan werken. Nu kan je het goed zien dat die lippenbalsem wel kleur afgeeft. Het is de Baby Lips in de Sphere Chaity Latte. Die kreeg ik ooit op de Dutch YouTube Grandering of zo in Amsterdam. Of nee, het was niet.
Viet of Viet in Amsterdam. Hey, ik heb hier een body cream en ik ga hiermee even gewoon kort een deel van mijn armen wrijven. Hoppala. En ook hier op mijn nek. En ik doe dat om één bepaalde reden. Ik weet niet of dat zal lukken. Namelijk omdat ik wil dat deze parfum goed blijft hangen. Dit is echt een super goede parfum. Dit is de Daisy parfum van Marc Jacobs. En er staat een review van online op mijn blog. Nu hopelijk blijft dit lang hangen. Ik geef je misschien vanavond een update daarover. En nu ga ik mijn raam te doen. Anders kom ik hier vanavond weer binnen in een ijskast. Ik moet zeggen dat ik het zelf wel heel erg fijn vind om een beetje frisse lucht in mijn kamer te laten. Bijna tijd om te vertrekken, maar ik ga eerst nog een keer kijken naar mijn post die ik gisteren heb gekregen. Vorige week heb gekregen en nog niet heb opgedaan, of in het begin van de week. En om zeker van te zijn dat deze factuur niet al te dringend betaald moet worden. Blup, 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 blup. Voor 26. Ja, zie je, ik heb nog tijd. En deze. Dan ga ik met mijn fiets, alhoewel ik er niet zo heel veel zin in heb, want het is kou buiten. Maar ja, het doet me wel deugd. Oh, dat is gewoon reclame. Ja, want ik heb zelf... Ja, het was een brief van Telenet en ik heb geen Telenet meer. Hey, ik ben net thuis en het was echt koud op de fiets. Ik was vandaag met de fiets. Het was echt koud. Mijn benen bevroren en ik voel me echt zoals een ijsklontje. Dus ik ga nu de chauffage aanzetten. Want tegen dat ik het dan echt veel begin te krijgen, want hier dan een beetje warmer zijn. En nu ga ik eten beginnen maken. Hey, ik probeer wat orde in mijn hoofd te krijgen door mijn huis op orde te zetten. Dus nu ga ik mijn was wegpakken. Als ik goed de tel bijhoud, ben jij op poging 433. Als ik goed de tel bijhoud, ben ik op het moment dat jij dit kijkt aan de vooravond van de interessantste reis die ik nu, tot nu toe zal gemaakt hebben. Dus is het tijd voor mij om valies prepping te doen. Want ik ga die zondag bij mijn ouders maken. En ja. Eventjes kijken wat ik allemaal meedoe. Want ik ga 3 weken weg. En ja, het is midden in de winter. Dus ik heb allemaal dikke truien en zo nodig. En dat is nogal lastig. Om te voorzien. En ik moet nu ook weten welke kleren ik ga aan doen volgende week. Want ik mag ze dan nu niet meer dragen. Anders raken ze nooit op tijd gewassen en in mijn valies. Ik heb alvast de hele sokkencollectie die allemaal een haartje heeft. En deze mag ook mee. Mijn cup zit in een zakje hoor. No worries. En uiteraard mijn slaapmaskertje, aangezien ik op hostels ga slapen en dan dat slaapmasker en hoe je ooit op de enige manier is om een hostel te overleven.
Zeker in de zomer. Ik vermoed dat het nu veel rustiger gaat zijn, omdat ik heel buiten het seizoen reis. Ook mini travel essentials zijn er gewoon allemaal uit een adventskalender. Want eigenlijk kan ik ook gewoon full size producten meedoen. Aangezien ik met de trein ga. Maar ja, ik wil mijn valies zo licht mogelijk houden. Want elk beetje gewicht die ik meesleur, moet ik ook effectief elke dag sleuren. Ik ben zo'n ervaren reiziger dat ik echt gewoon een mandje heb in mijn huis. Met allemaal reisdingen. Met allemaal van die kleine tandpastatjes en zo. Iets die ik meeneem op reis is dit blik shampoo en dit blik conditioner. Dat is gewoon zo van die vaste valish. Ik krijg mijn metalen blikje niet open om het te zoomen. Voilà. Conditioner, shampoo. Zo eigenlijk ideaal zijn bij een vliegreis. In mijn valies steek ik twee paar oordopjes, omdat ik nogal goed ben met het kwijtspelen van oordopjes in het midden van mijn slaap. Dan draai ik me om en dan leggen ze uit mijn oren. En soms vind ik ze 's morgens terug en soms ook niet. Daarom heb ik er gewoon reserve mee. Tijd voor een nieuw pakje! Vandaag zijn we dag 10. Wat zit er hierin? Cherries. Van Happy Socks. Super tof. Yay! Hopelijk passen ze dan. Het is een maat 36 tot 40. En ik heb een maat, schoenmaat 42. Het is nu kwijt na 9. Ik heb weer iets lang met mijn zus gepraat. Maar mijn zus komt misschien bij mij wonen en daarvoor moeten we nog dingen regelen. Dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgenochtend veel te vroeg weer. Doedels!